5 jaar. Dat is de periode waarin 20% van de startende leerkrachten er de brui aan geeft. Iedereen heeft waarschijnlijk de artikels in de pers wel gevolgd, of heeft het onderzoek zelf gelezen dat op zoek ging naar de oorzaken van die uitval. Maar zelf los van die onzekerheid, die zo kenmerkend is voor de beginnende, voor de startende leerkracht, moeten we toch ook wel eens durven kijken naar wat we verwachten van die startende leerkrachten. Je moet niet alleen goed les kunnen geven, maar als je dan kijkt naar de grootstedelijke context, wat we daar nog als laagje bovenop leggen. Hoe gaat het om met leerlingen in een moeilijke thuissituatie? Wat doe je met kinderen wie is primaire bezorgdheid eigenlijk overleven is in plaats van leren? Zelf voor een ervaren leerkracht is dat een gigantische uitdaging waar jullie dagelijks mee te maken hebben. Is er dan nog tijd om ook eens even stil te staan bij onszelf? Ben ik nog goed bezig in mijn klas? Sluiten mijn methodieken nog wel aan bij een doelgroep dat er hier voor mij zit? Bij wie kan ik terecht, met mijn vragen en met mijn bedenkingen? Bij mijn directeur? Ik hoop het. Voldoende? Ik heb veel collega's en die vragen allemaal feedback. Ik denk dat er meer collega's feedback vragen dan dat een directeur eerlijk gezegd kan geven. Maar wat verstaan we dan onder feedback? Voor mij is dat duidelijk. Eén gesprek, één functioneringsgesprek of één evaluatiegesprek om de 4 jaar, dat is heel fijn, dat is heel nuttig, maar dat is niet voldoende. 2, als ik feedback krijg, dan mag het ook ergens over gaan. Als iemand zegt, Jan, dat heb je goed gedaan, dat is fijn. Compliment krijgen is altijd fijn. Maar word ik daar sterker van? Word ik daar beter van? Nee, eigenlijk niet. Dus als je mij feedback wilt geven, maak het dan concreet. Zeg dan ook wat ik goed heb gedaan. En ten derde, als je wilt dat ik die feedback binnenpak, dan heb ik wel nood aan een stukje een veilige omgeving. Er moet er vertrouwen zijn tussen de feedbackgever en de feedbackontvanger. Want anders wordt het wel een lastige. Dus met andere woorden, een veilige omgeving is voor mij ook cruciaal. Kijk maar even mee. Ik ben dus naar een cursus geweest om te leren hoe kan je goed feedback geven. Mm-hmm. Ik ben daar heel eerlijk over. En ik heb daar geleerd, Katrien, dat het belangrijk is om een veilige omgeving te creëren. En daarom, Katrien, zou ik het heel erg appreciëren als jij mij heel eerlijk en oprecht zou vertellen wat er in onze school allemaal nog beter kan. Want ik wil dat je het gevoel hebt dat we in een hele open en gemoedelijke school werken. En een veilige omgeving, dat betekent dus ook dat je alles gewoon kunt zeggen. De baas is niet altijd de slimste. Voilà. Ja. Dus, Katrien, wat ik van u verwacht, is dat jij mij vertelt... hoe ik ervoor kan zorgen dat jij nog kunt groeien in je job. Je overvalt mij een beetje. Even denken, hè. Ik vind dat u soms een beetje onredelijk boos kunt worden. En de meeste collega's hebben ook... of zijn een beetje bang van u. Omdat u zo snel op je paard kunt zitten als u gestrest bent. Geef eens een voorbeeld. Katrien, ik heb dus geleerd dat het belangrijk is om die veilige omgeving te creëren, zodat de feedback eigenlijk aankomt. Maar je moet ook wel een klein beetje concreet zijn, hè? Deze morgen bijvoorbeeld, toen Veronique u vroeg naar de agenda van de vergadering... Zeg maar, hè. Doe maar, hoor. Waarom niet?
Ik zal hier wel proberen om een veilige omgeving te creëren en een feedback te geven. En dan krijg je dit. Maar wel, bon merci. Dank je wel. Wetende wat we nu weten, is het dan realistisch dat we van onze directeur als enige verwachten dat hem die taak kan opnemen? Is hem er ook altijd het best geplaatst voor? Een baas is niet altijd de slimste, weet je wel? Mogen we dan niet verwachten van onze collega's dat we daar eens feedback van krijgen? Of dat we daar feedback om durven vragen? Hebben we dat al ooit eens gedaan? Aan een collega gevraagd van, kom jij eens mee naar mijn les kijken en geef mij de nice feedback. Het zij voor een specifiek onderdeeltje van die les, of het zij voor heel de les dat je zegt van, ja, vertel me nu eens wat jij ervan vindt. Of er gewoon eens feedback gevraagd, de koer van, ja, hoe vind je dat ik die werkgroep leid? Of wat is mijn inbreng in die werkgroep? Per slot van rekening, je collega's doen niks anders. Een hele dag geven die feedback aan leerlingen en ze zijn er goed in. Waarom? Omdat ze weten dat dat leerlingen sterker maakt en dat dat leerlingen helpt groeien. Maar dan feedback geven aan elkaar, ja, dat blijkt dan toch nog net iets moeilijker te zijn. Ja, maar we kunnen wel niet kwetsen, hè, met een collega. Of, ja, ik wil niet dat hem kwaad wordt, want ja, morgen nog wel verder samenwerken. Ja, en vrijdag gaan we normaal een pin pakken met alle collega's. En ja, als ik dat dan nu zeg, dan is dat misschien wat minder tof, hè, de vrijdag. Ja, dat is mijn job niet, hè, om feedback te geven. Dat moet een directeur doen. Ja, alle argumenten zijn goed om het niet te doen. Aan de andere kant is het helemaal niet zo moeilijk om het wel te doen. Dat zijn vaardigheden dat je gemakkelijk kunt leren en die voor iedereen voor het grijpen liggen. Ja. Want twee, feedback ontvangen, dat minstens is even belangrijk en even moeilijk. Voelen we ons niet allemaal zo een beetje de betere chauffeur dan de gemiddelde chauffeur? En dat is ook normaal. 80% van alle mensen overschat zichzelf ten opzichte van het gemiddelde. Vandaar is feedback krijgen ook zo moeilijk. Want eigenlijk krijgen we te horen dat we anders zijn dan dat we in realiteit denken dat we zijn. Bovendien hebben wij ook nog de neiging om feedback persoonlijk binnen te pakken. Ja? Terwijl feedback eigenlijk gaat over ons wel professioneel handelen. Hoe kan ik beter worden in mijn rol als leerkracht, als directeur, als zorgcoördinator? Ja, het gaat niet over mij als persoon, maar het gaat wel over die rol. Want dat onderscheid maken, dat doen we niet altijd. Kortom, ja, feedback vragen, ontvangen, ja, dat vraagt wel wat. Hè? Vraagt vertrouwen in uw feedbackgever, dat hem dat doet om uw professioneel handelen te versterken. Dat vraagt van mezelf, ja, dat ik die openheid heb om die feedback te laten binnenkomen. Ja, dat ik die mentale flexibiliteit heb om te zeggen van, ja, ja, kan ik hier iets mee of kan ik er niets mee? En niet dat ik direct in de verdediging ga en zeg, ja, maar nee, dat klopt niet wat jij hebt gezien. Dat vraagt een zekere mate van deskundigheid van de feedbackgever. Hij moet de feedback op een aanvaardbare manier kunnen geven. En ook, ja, hij moet wel een zinnige inhoud in de feedback kunnen geven. Ja. Hij moet ook wel zeggen waarom dat hem dat dan vindt. Waar dat er sterk is of waar dat er minder sterk is. Eigenlijk, als ik die woorden hoor, ja, dan zitten we eigenlijk bij cultuur. Ja. Feedback geven, dat draait eigenlijk om cultuur. En in deze school gebeurt dat misschien al keiveel. Zeg je van, wij doen dat, wij geven feedback aan elkaar op een goede manier, in alle richtingen, van directeur naar beneden, van personeelsleden naar elkaar, naar onze directeur toe. Super. In een andere school, ja, ze hebben het nog helemaal niet. Ja, en wordt er misschien amper in dialoog gegaan met elkaar. En dat is ook oké. Maar als stedelijk onderwijs willen we daarop inzetten dat elke school daar stappen in kan zetten om mee te evolueren naar een cultuur van permanente feedback. Omdat we geloven dat het idee van permanente feedback elkaar sterker kan maken als leerkracht, als directeur, als lid van het team en dat ook het hele team kan sterker maken. Want beelden we zien, als 6500 medewerkers elkaar feedback mogen, kunnen en durven geven, en dat als resultaat heeft dat elke medewerker een klein stukje sterker wordt in zijn professioneel handelen, dan zetten we een gigantische stap vooruit die alleen maar ten goede komt van onze leerlingen.